Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple. Keep it short and simple. Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple and let us rock. Dag leerlingen, ik ben Professor Sock en werk hier in mijn laboratorium. Ik ben er om jullie te vertellen over enzymen, wat ze doen en waar ze voor zijn. Enzymen zijn chemische stoffen die processen in cellen helpen te versnellen. Dit doen ze bijvoorbeeld door voedingsstoffen uit voedingsmiddelen af te breken. Hoi professor Sok. Hallo lieve Rosa. De koek die jij eet bestaat uit verschillende eiwitten. Je kunt ze eten, maar in je lichaam zijn die eiwitten te groot om meteen opgenomen te worden. In je maag en darmen zitten vervolgens enzymen die helpen de processen te versnellen door de eiwitten af te breken. Dit is het substraat. Dit enzym zal het substraat afbreken. Dit noem je het enzym-substraatcomplex. En nu is het substraat afgebroken. Elk enzym heeft een driedimensionale vorm. Met deze specifieke vorm kan een enzym alleen een substraat vastpakken met dezelfde vorm. Kijk maar mee. Jam, jam! Ik hou van stof B. Die is wel iets te vierkant voor mij. Maar die kan ik wel aan. Lekker hoor. Nou, jammer dat enzymen substraatspecifiek zijn. Wat specifiek? Substraatspecifiek, je weet wel. Je kan maar één soort stof op, omdat het anders niet past. Ik zal het jullie nog makkelijker maken. Je kunt dit namelijk vergelijken met een sleutel. Een sleutel kan alleen een deur openmaken als het slot dezelfde vorm heeft. Voor elk slot, of zoals bij enzymen, substraten, heb je een specifieke sleutel nodig. Of zoals we hier zeggen, een specifiek enzym nodig. Net zag je een voorbeeld van knipenzymen. Maar wisten jullie ook dat er plakenzymen zijn? Deze enzymen plakken substraatmoleculen juist aan elkaar. Op die manier kunnen er stoffen worden samengesteld, als dat nodig is. Zo, dat was de eerste les over enzymen. De volgende keer leg ik jullie wat uit over denaturatie en optimumkrommen in relatie tot de enzymwerking. Dag lieve kinderen. Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple. Keep it short and simple. Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple and let us rock.